mensen, tot dat deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999 en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe Planet Coaster aflevering. En vandaag gaan we weer verder bouwen aan het park, net zoals verleden week. Uh, of twee weken terug, sorry, neem me niet kwalijk. Uh, jullie zien het hier, we moeten, ja dit is hier een beetje leeg, dus je moet, we moeten hier wat decoratie kwijt. Want ja, want, uh, of nog een kraampje of iets, want... Moet het een beetje te opvullen natuurlijk. En ik dacht al heel lange tijd, waarom gaat het vuurwerk niet af? Maar ik had het niet geactiveerd. Dat is dus het hele, hele ding. Maar goed, we gaan hier nog wat dingetjes langs de zijkant zetten. En natuurlijk ook een paar boompjes. En uh, dat soort dingetjes. Nou moet ik zeggen, van de video's die ik nu het meest upload. Worden de FIFA dingen het meest bekeken. En de Sims 4 en deze eigenlijk niet zo. Maar goed, ik doe het gewoon met veel plezier. En uh, er zijn natuurlijk wel, wel mensen die er wel nakijken Ik moet trouwens ook wat licht maken, zie ik daar. Want heel veel mensen lopen in het donker. Um, hier gaan we ook wat bouwen achter de hekken, gewoon als een soort, uh, ja, eventjes kijken wat er is, even zoeken leuke dingetjes om hier neer te zetten, um, ja van alles. Dus even zoeken naar iets. Morgen is trouwens natuurlijk Feyenoord zijn kampioenswedstrijd, en daar komt vooraf aan de wedstrijd komt dus een wedstrijd vooraf en uh, uh, er gaan er wat andere dingen ook in die video plaatsvinden. Uh, Um, uitslagen of wat mensen denken van andere, maar andere mensen van mij. Uh, de mensen die bij mij geabonneerd zijn. Mijn uh, vaste kijkers, een beetje kijkers die ik vaak bekijk. Um, de vraag of het hun van de wedstrijd gaan uh, vinden, dat gaan jullie ook allemaal morgen zien. Dus je zeggen, houd gewoon in de gaten, Morgen dus gewoon omtrent het kampioenschap van Feyenoord, Dit kanaal staat in het teken dan. In de. Gewoon in, ja, in de. Gewoon. Ja, dit kanaal staat gewoon in het teken van die. Uh, Kampioenswedstrijd. En we gaan natuurlijk gewoon vanuit tegen Goethe. We gaan winnen. Maar goed, jullie zien hier achter het hek. hebben wij eh, een draak neergezet. Maar er moet wel wat licht bij komen. Ik vind niet dat deze aflevering gaat doen. Voor mij ik ben, ben ik dat vergeten. Ik moet wel wat schoonmakers weer in dienst zetten. Ja, weten jullie dat hoe dat zit? Want elke keer gaat alles zo. schoonmakers gaan weg. En iedereen achter die balie gaat weg. Hoe, hoe kan dat? Heeft het te maken met het park of zo? Ik, heb, ja, ik weet het ook niet. Ik speel deze game natuurlijk niet echt vaak. Ik moet even deze, deze dingen herstellen. Deze picknickbanken, daar kunnen mensen er weer aan gaan zitten. Die gaan ook elke keer op een gegeven moment kapot. Net zoals de bankjes bij de etent hier en de shops aan het begin. Die moeten we ook uh, eventjes uh, maken. Zo. En trouwens, kun je maandag natuurlijk ook weer gewoon de Curve mode gaan zien. En er komt ook natuurlijk een Westpraat na aflevering. En het kampioenslied komt natuurlijk zondag ook nog. Dus hier hebben we als van ja. Ik ga er gewoon vanuit dat we kampioen worden. Dus jullie gaan jullie heel wat dingen zien. Ook nog volgende week, denk ik. Misschien dus ga ik wel een speciale wedstrijdaflevering aflevering maken. Omtrent het kampioenschap. Hou het dus gewoon in de gaten. En eh, dan eh, gaan we daar wel weer wat leuke dingetjes plaatsvinden. Dan moet je als fijnland nooit te hard gaan roepen, natuurlijk. Dat weten we als geen ander. Maar eh, ik heb er gewoon een goed gevoel bij. En toen de tijd, zes jaar geleden, tegen Excelsior was het wel een ander verhaal. Die verloren we toen nog uiteindelijk. Dat is uh, een uh, dieptepunt voor Feyenoord. En toen we het eigenlijk wel in eigen kuip weer gewonnen tegen Heracles. En nu hopen we dat ook te doen natuurlijk. Tegen Goethe. Um, hier kunnen we ook nog een kleine attractie plaatsen. En ik besloot hier even te kijken een attractie te plaatsen. En dat zijn zeg maar die uh, bankjes die uh, in de lucht gaan. Zeg maar. Wat je ook in de uh, Duinerel heb je dat, uh, Nee, wat Nee het nou? In Walibi heb je dat volgens mij. In de Duinerel. Dat zijn gewoon van die bankjes die uh, boven het water heen en weer en over de kop gaan, dat soort dingen. die zetten we dus hier neer, vlak bij de achtbaan. Er moet ook wat decoratie neer. Ik, misschien buiten de video om, dat ik wat decoratie doe omtrent de achtbaan. Misschien uh, piraten, um, hoe noem je dat, uh, thema of um, uh, iets anders. We gaan het allemaal zien. Um, ik zorg er even het weggetje aan te leggen natuurlijk hier. De voor en naar de, de ingang. Even kijken, dan nou, moet ik even een andere kleur, ik moet deze even verwijderen, anders klopt het niet. Um, even dit weghalen, ja oké okay, top. En dan moet ik gewoon zo'n weggetje, doe maar gewoon, ja doe maar deze. Ik wat anders, het zwarte. Uh, zo trekken we door hierheen en dan zetten we het hier aan vast, top. En dan kan deze attractie ook open. Dan heb je ook weer een, een nieuwe attractie. Dus uh, helemaal top. Wel meer, meer verlichting. Dat heb ik al gezien. En natuurlijk. Hoe meer je plekje hebt. Hoe meer verlichting je ook moet neerzetten. Want s'avonds lopen er ook mensen rond natuurlijk in het park. Uh, maar ook hier moeten we nu eens wat decoratie gaan neerzetten. En ik zat. Ja. We kunnen dit huisje zo hier neerzetten. Oh dat. Nee. Hè? Dat pakt hij niet. Ik zou toch denken. Dat moet hij pakken. Al, aangezien het pad ook uh, goed gaat. Ja. Um, Even kijken, misschien hier zo. Ja, nou, dit kan dan weer wel. Oké, okay, prima. Top. Een beetje de decoratie neerzetten, dat is altijd goed. Um, even kijken. Hier kan je eigenlijk nog wat bomen kwijt. Of wat beplantingen. Of uh, andere stenen of zo. Even kijken hoor, wat hebben we allemaal? Um, een tonnetje die openspringt. Dat kunnen we hier neerzetten. Eentje, zo. Dat staat prima. Um, wat hebben we nog meer? Verlichting? Nee, dat is niks. Dat is niks. Dat is niks, heb ik al gezien. Um, even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? Ik moet eigenlijk wat spots neerzetten. Hé, hey, vuurwerk. Dat is ook al iets leuks. Vuurwerk met, vuurwerk met onze hey, W. En dan kunnen we aan de andere kant een R doen. Dat is wel op zich leuk om uh, te doen. Dan zetten we hier de W neer. Zo. En dan gaan we naar de andere kant. En dan zetten we daar de R. Van Rudy. Dit is natuurlijk WNR World. Dus dat, is, dat staat al uh, top eigenlijk. Even kijken hoor. Waar dat de R? ABC, VHJ, R. Prima, oké okay, top. En hier dan de R. Maar ook niet in het dak. Op de grond, kijk. En dan zien we hier de R. Moeten ze wel natuurlijk aanzetten. Maar dat, was ik, dat kwam ik dus achter dat, het, dat, 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 daarom dat die anderen ook niet afgingen. Um, even kijken hoor. Hier zit deze. Die zetten we dus gewoon aan. Play on extra seconds. Seconds, prima, top. Die gaat dus om een paar seconden af. En die andere ook. Ik zat aan deze kant. Even kijken, stond hij ook weer zoeken, zoeken, zoeken. Je bent vaker wel iets kwijt. Um, even kijken. Hier staat hij. Oké, okay. prima, top. Die zetten we dan ook aan. En dan ga ik die box ook even allemaal aanzetten. Want dat had ik dus even vergeten. Um, ja, ook activeren. Helemaal top. En die boxen die ernaast staan ook. Hier zien we dan W en dan aan de andere kant W en R. Kijk, eigenlijk moet die endteken dan in het midden. Ik moet nog even naar kijken, als die er ook is, überhaupt. Want dat is al W en R, dat is prima om het zo neer te zetten. Even kijken, dan deze box ook maar even aanzetten, want dat waren we waren ook alweer vergeten. De, vorige, de allereerste het begin toen zat neergezet. Zo. Prima, hier deze nog even aan. En dan staat er hier nog één. Nee, aan de andere kant zat er nog een. Ja, hier staat er nog een. Top. Hij ja, ziet er nog helemaal uit, al het vuurwerk. Zeker s'avonds ziet het er perfect uit. Ik weet eigenlijk niet of dat op kan raken. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Laat gewoon, laat gewoon jullie uh, dingetjes weten wat ik gevraagd heb in deze video. En gewoon überhaupt wat jullie van uh, deze serie vinden. Ook de Sims 4 video wordt goed. Ik, ik blijf het gewoon uploaden. Die dingen blijven altijd één keer in de week komen. De FIFA natuurlijk standaard, zoals jullie het weten. En deze twee worden dus afgewisseld. Zo ziet het er dus nu uit. Dan gaan we hier even wat veranderen. Even kijken. Kunnen we wat neerzetten? Een uh, dingetje. Um, we kunnen hier nog. Ik wil nog kijken naar een huisje. Of een ja, dingetje. Dat was ja, dit. Ja, op zich. Dat kan er nog wel naast. Om een beetje de decoratie langs de zijkant te hebben. Kunnen mensen ook weer van alles dingen doen. Lange rijen ook in sommige. Uh, Attracties, ook de nieuwe attractie uh, wordt goed bezocht. Helemaal mooi natuurlijk. Even kijken hoor. Um, Hegje of steentjes. Of hier nog een uh, beplanting. Of een soort uh, boogje. Uh, Rond het door. Dat zou ook wel vet zijn. Wat hebben we dan daarvoor? Nou dit niet. Um, dit. dit is op zich wel wat. Doen we dat gewoon zo boven de richting. Uh, die attractie zo. Ja top. We hadden we ook zelf iets kunnen maken. Maar dit kan ook. Dat is mooi richting die uh, vernieuwde attractie. Oké, okay, nou dat ook een beetje aanpassen. Hier hebben je dus wel een lege ruimte. En dan moeten we het heel wat beplantingen op gaan bouwen. En misschien wat heuveltjes maken. En daar wat opzetten als decoratie. Uh, Kijken of hier nog alles goed gaat. Of hier de attractie nog doet. De draaimolen doet dat nog. Daar is een zonnetje. En dan gaan we hierheen. Waar dus heel wat licht bij moet komen. Want dan zie je geen, helemaal niemand. En dan hebben we dus deze achtbaan. Die het ook nog gewoon doet. Oké, okay, top. En dan, um, ja. Ja, dus, uh, tot nu toe gaat het. Uh, ziet het er redelijk goed uit in het park. En hun um, Ja, Ja, moeten we toch eten staan of niet? Volgens mij wel. Trouwens, deze attractie ben ik echt wel het blij het mee. Het mee. Uh, ja. Vind ik eigenlijk best ook wel decoratie aan de zijkant. De, 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 de boomstammetjes. En ook een beetje de dingetjes beneden we moeten wel wat hoger gaan werken daar. Maar dan gaan we de volgende aflevering bekijken. Nu zeg ik wel bedankt voor het kijken en later.